Wat zit er nog in je poes? Nee, wat zit er in je poes? Als er een plek op de wereld is die ik niet sexy vind, dus... Heb je dit nou gedaan of niet? Okay. Dat je het dan stil wilt houden of zo, dat snap ik. Hoi jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik met Larissa. Hallo. En vandaag is weer tijd om over, jawel, ongesteldheid te praten. Het is weer tijd voor awkward ongesteldheidsverhalen en ik denk dat we gewoon snel moeten gaan beginnen. Check de beschrijving voor het kanaal van Larissa, doe je duimpje omhoog. Abonneer en zo. En let's go. Mooi. Ja, dat prachtig. Was echt een goeie. Thanks. Oké, ik begin gewoon de video met... Is er misschien een ongesteldheidsverhaal die recent is gebeurd... die je nog graag even wil vertellen... voordat we met de verhalen van andere mensen gaan beginnen? Ja, zo graag sowieso. nou, eigenlijk niet echt. Dat is dan wel weer jammer. Ja. Weet je wat misschien een onderwerp is hier binnen? Maar ik weet niet of we het daarover willen hebben. Wat? Maar je hebt natuurlijk... Ik heb natuurlijk nu een vriend. Ja. En ja, mannen die de Rode Zee bevaren. Oh, mannen die de Rode Zee bevaren. Nee. Want ik zei dat toch vorige keer tegen jou. Van eigenlijk moet ik dat een keer gaan doen. Om er een video over te kunnen maken. Ja. Nou, dit even... nou het moment zijn. Ja, we gaan het even hebben over de Rode Zee. Vertel. Ja. Ik weet niet wat ik daar eigenlijk over wil vertellen. Jij nee, maar... Hoe voel je er zelf bij? Ja, ik vind dat dus helemaal niks. Voor mij hoeft het niet. Maar aan de andere kant denk ik van... Ja, als je dan een hele week weer moet wachten... Snap je? Daar hebben we ook geen zin in. Nee, daar hebben we niet meer zin dus, in. Dus... Ja... Het is natuurlijk een nieuwe liefde. Dus dan vind ik het nog spannend. Hij vindt het allemaal oké. Okay. Ja. Dus... Heb je dit nou gedaan of niet? Nou, oké. Okay. Inderdaad, zoveel vragen. Ja, inmiddels wel. Oké. Okay. Ja. Je hebt een handdoekje eronder. Handdoekje, exact. Dat is zo. Ja. Hij kwam er ook zelf mee. Dat je denkt van, deze jongen weet gewoon helemaal hoe het moet. Dat jij denkt van, oh ja, een goeie. Was ik alweer vergeten. Zo lang geleden allemaal. Ging het... Zeg maar, weet je wat mijn angst is? Was? Ja, vertel. Dan is er uiteindelijk gewoon helemaal niks. Snap je? Dat is zo grappig. Ja. En daar ben ik dan blij om hoor. Want het, was natuurlijk ook niet op een heftige dag dan of zo. Nee, ik zou het niet op de eerste, tweede dag doen. Nee. Dus dat was eigenlijk heel goed te doen. En anders heb je natuurlijk ook altijd nog de douche. Ja, maar de douche is voor mij een plek om te douchen. En niet om te... Oh, doe je dat niet? Nee, ik vind het echt niet chill. Oh, dus is een heel andere video voor mij. Waar hebben we het over? Als er een plek op de wereld is die ik niet sexy vind, dat is de douche. Oh man. Oh ja. Nee, ik wel hoor. En het is meteen allemaal helemaal schoon, weet je wel? Ja, ik hou er niet van. Oké. Ja, ik hoor jou wel wanneer je weer ongesteld bent, een keertje en een vriend hebt. Dan, dat kan ook wel even duren. Ja. Oké, wat was het voor een video? Ja, waar ging het ook over? Nee, maar ik moet zeggen, oké, sinds de laatste keer dat we het erover hebben gehad, ik heb het ook eens even geprobeerd en het viel allemaal reuze mee. Maar het is wel een beetje messy. Het is messy. Het is wel messy, maar het is niet... Ik dacht van, straks vloeit het eruit alsof er een kraan open gaat. Nou, dat is dus niet zo. Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Nee, dus dat vond ik mooi. Het was een meevaller en het is absoluut voor herhaling vatbaar ooit in mijn leven. Gouden tip van Christina. Probeer het een keer. Probeer het een keer. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. Maar ik was ook gewoon heel benieuwd. Maar wat je ook zegt van, liever niet, maar why not? Ja, why not? Als het kan, en al, kan en als een man, mannen zijn er niet allemaal even moeilijk over. Als zij sommige het gewoon oké vinden. Heel moeilijk over. Sommigen wel. Mm-hmm. Maar sommige ook niet. Weet je wat? Mooi. Dankjewel voor je inbreng. Ja, you're welcome. Oké. Dit heeft ook een beetje mee te maken met waar wij het net over hebben gehad. En dit vind ik echt hilarisch. Ja. Maar tegelijkertijd ook een soort leermomentje. Oké, dus iemand zegt... Ik wou het gaan doen aan het einde van mijn ongesteldheid. Dus ik moest nog even snel mijn tampon lozen. Dus die heb ik snel even uitgedaan. En toen gingen wij het doen. En toen zei hij ineens van... Wat zit er nog in je poes? Nee, wat zit er in je poes? Bleek dat er nog een tampon in zat die ik gewoon vergeten was. Nee. Jawel. Hoe kan je twee tamponnen daar ook kwijtraken? Ik zei precies hetzelfde. Want ik heb ook echt op geantwoord. Ik zei, hoe dan? Maar ze zei, ik had het gewoon niet door. Ze had gewoon twee tampons erin gedaan. En dat hoor ik vaker. Want blijkbaar kan je dus of vergeten of niet meer voelen of whatever. En dan past dus gewoon makkelijk nog één erbij. Maar dat kan dus heel gevaarlijk zijn. Want ja, dan vergeet je dus eentje die al helemaal ligt te frotten daarbinnen.
Oh. Dat is een dingetje. Voorzichtig met tampons. Als je tampon gebruikt, zorg ervoor dat je touwtje altijd buiten boord hangt. Want anders vergeet je het. Ja. Heel heftig. Ja, 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 ja. Oh, engig. Snap je? Klinkt ineens als een medisch probleem. Sterker nog, het is een medisch probleem. Ja, inderdaad. Want je been kan eraf sterven. Nee, 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 nee. Jawel. Niet. Heb je daar nog nooit over gehoord? Nee, hoe dan? Oké, dit is helemaal niet grappig. Want er zijn oprecht vrouwen die daardoor hun been zijn kwijtgeraakt. Geraakt. Oh, jezus. Oh. Nou ja, soms als je het vergeet, dan kan het ook gewoon een paar weken binnen blijven. En dan gaat het rotten en doen. En dan krijg je infectie. En dat is het moment waarbij het echt, echt, echt gevaarlijk wordt. Het heeft zelfs een naam. Het is echt een ziekte. Oh, maar want je hebt ook zo'n toxic syndrome, toch? Dat is het volgens mij. Oh, oef. Maar daardoor kan je dus een been kwijtraken. Oké, nou ik ben blij dat zij hem gevonden heeft dan. Nou, ik ook. Ik ben blij dat zij dat dan of haar vriend heeft ja. gevonden. Ja, ja, ja goed ja, ja. gedaan. Ja, goed zo. Nee, het is echt heel heftig. Het is echt, daar moet je echt goed aan denken, man. Oh, ik wist ook niet dat er zoveel ruimte nog daar zo was allemaal. Ja, nou ja, en dan vonden ze echt klein. Dus echt ja, het is klein, maar ik bedoel... Oké, okay, zijn we toe aan de volgende vraag? Ja, ik ben er wel weer klaar voor. Yeah. Ik was ooit gezellig met een jongen bezig. Waar gaat het ook vandaag over? Het gaat alleen maar over jongens en bezig ja, zijn. Ja, inderdaad. Zij moeten hier eigenlijk zo weinig mee te maken hebben. Maar goed. Maar ja, mij niet uit. Ik was ooit gezellig met een jongen bezig. Beetje zoenen en we gingen langzaam iets verder. Zijn hand ging naar beneden en ik dacht, hups, we gaan ervoor. Even de informatie, ik slikte de pil constant door. Maar toen hij bezig was, zei hij ineens, ben je ongesteld? Ik zo, nee, wat dan? Maar ja, bloed everywhere. Ik ben meteen naar huis gegaan. Oh. Ik weet op de dag van vandaag niet wat er precies gebeurde. Hij deed niet pijn of zo. Dus het kan niet zijn dat er iets is gescheurd. Misschien komt het omdat ik de pil al te lang achter elkaar doorstikte. Dat kan heel goed, want ja, dan kan je een doorbloeding krijgen. Ja. Ja. Ja, maar goed, ja. Zij is van ongemakkelijkheid naar huis gegaan. Dat zou ik ook weer niet gedaan hebben, denk ik. Nee, gewoon doorrammen. Gewoon doorrammen? Je bent dan toch al bezig? Ja, dat is toch bezig bent. Nee, maar ik snap wel dat het awkward is. Het is wel toch? Awkward. Want ik bedoel, meestal... Kijk, iemand die dan kapitein van de Rode Zee is... die weet ook dat hij nu gewoon wat harder moet gaan varen... of wat rustiger moet gaan varen, weet je wel. Maar ja. Iemand die dat niet weet en ineens... Die is er dan ineens. Weet je wel, ja. Dan sta je wel voor een verrassing. Als man ook, denk ik. Klopt, maar ook als vrouw. En als vrouw ook. Geen idee. Ja. Maar ik moet nou echt denken aan van die Reddit-verhalen. Oh, eigenlijk moeten we een keer Reddit-verhalen doen hiermee. Ja? Dat is echt hilarisch. Ja, die verhalen zijn ook echt super heftig. Maar toen ging het ook over... Of was het in Cosmopolitan? I don't know. In ieder geval ergens. Toen was het van... Dat die vrouw het ook niet wist dat ze ongesteld was. En die man die ging naar beneden. En die zit er gewoon compleet onder. Oh, wat erg. Zie je hem naar boven komen onder het bloed? Nee, wat erg lijkt me dat. Ja, ja, ja. Oh ja, en één keer was het ook zo. Misschien haal ik nou twee verhalen door elkaar. Dat die man dus daar bezig was. En hij zei van, ben je ongesteld? En zij zegt, nee. Maar overal lag bloed. Maar wat was er gebeurd? Hij kreeg een bloedneus. Oh. Oké, dit vond ik heftig. Vies. Ja. Oh, vies heftig? Vies heftig. Oké, goed. Ik ga weer voor. Zitten. Ja. Zit maar rustig. Oké. Ze waren dus op vakantie. En mijn moeder en ik gingen in een dorpje vlakbij de camping shoppen. Omdat ik niet kon zwemmen door mijn bloed. Toen ging ik in een winkel een jeans passen en toen ik hem uitdeed zag ik dat ik erin doorgelekt was. Het erge is dat ik de broek zo heb teruggehangen in de winkel. Oh, oh my god, iemand anders gaat dat dan dus nog vinden. Ja. Oh mijn god. Maar ik vind het heel heftig. Weet je wat ik ook ranzig vind? Is dat bloed stinkt dan ook gewoon op bepaalde ja. Oh, die broek moet weggegooid worden. Ja, want niemand gaat hem kopen. Nee. Maar wat zou je doen in zo'n situatie? Stel, je bent aan het passen en je laat bloed achter in die jeans. Oh my god. Ja, het beste is natuurlijk om hem dan te kopen. Maar ik hoef hem ook niet te hebben dan natuurlijk. Nou, je krijgt op zich wel eruit en je eigen bloed, ja. Ja, je kan het wel eruit. Als je het eruit kan krijgen, dat is gewoon een leuke broek. Ja, dan koop ik hem. Maar zou je het bijvoorbeeld tegen een medewerker zeggen? Hallo, ik ben in deze broek doorgeleid. Oh, wat kut. Oh, lijkt me heel kut. Wat zou jij doen dan? Ik vraag me af wat ik zou doen. Maar ik zou hem niet zo terug... Nou, dat zeg ik nu wel. Maar ik vind het echt erg. Ja, het is een heel lelijk verhaal. Het is heel kan lelijk. Niet doen alsof ik haar niet begrijp, weet je wel?
Dat je het dan stil wilt houden of zo. Dat snap ik. Ik weet niet wat ik zou doen. Wat zou jij doen? Laat het even weten. Ja, ik ben heel benieuwd ook. Ik vind het echt, echt... Oh. Dan heeft ze nog een verhaal. Toen was ze dus bij een andere vakantie met familie van haar vriendin. Het was die week elke dag snikheet en mijn vriendinnen wouden natuurlijk zwemmen. Maar ik durf gewoon geen tampon in te doen. Dus toen zei de moeder van mijn vriendin... Dan hou je toch gewoon je kleding aan met maandverband. Dat kan niet, jongens. Je kunt niet gaan zwemmen met maandverband. Nee. Dus ik dacht, waarom ook niet? Dus wij gingen zwemmen en daarna moest ik omkleden. En dat deed ik in de caravan van de ouders van mijn vriendinnen. En toen stond in het badkamertje geen prullenbak. En toen heb ik die natte maandverband gewoon zo in een kastje gelegd. Zij laat gewoon overal haar DNA achter. Hier een broek, daar een maandverband. Oh mijn god. Oh my god. Ze zegt, ik ben nog steeds bang dat ze hem ooit hebben gevonden of gaan vinden. En ze hebben hem sowieso gevonden. Ze hebben hem sowieso gevonden, sorry schat. Ja, dat weet ik zeker. Moet je nagaan. Je opent je kastdeur. Wat ligt daar nou weer? Ja, oh. Maar het is overduidelijk. Ja. Maar dit soort dingen gebeuren vaak, want... Een vriendinnetje van mij, die werkte altijd in een winkel, een kledingwinkel. En zij vond echt de raarste dingen in pashokjes ook, hoor. Dus, zeg maar, maandverband, tampons, gebruikte tampons. Ik snap dat niet. Wat voor een zieke geest ben jij als je een tampon achterlaat in de paskamer? Ja, dat vind ik ook vies. Maar ook als je soms een openbare wc inloopt en je ziet gewoon dat het echt met zo'n bloedvinger, zo'n tamponbloedvinger, zo aan de muur is afgeveegd. Ja. Dat ik denk... Ja. Vriendin. Ja. Dus alsjeblieft even normaal. Nee, de verschoonde van netjes. Ja, klopt. Oké. Dit is een verhaal van een heel jong meisje. Ik was 11 en ik ging voor de eerste keer mee met de scouts op kamp. We gingen zwemmen en ik was net de dag ervoor ongesteld geworden. Ik was al wel vaker ongesteld geworden, maar nog niet zo vaak. En ik wist niet hoe ik een tampon moest inbrengen. Eindstand heb ik 1 uur op de wc gezeten. Tot huilen aan toe. Zo zielig. Oh. Ja, waarna ik riep, in welk gat moet het tampon? Ik snap dat wel, dat je het op een gegeven moment gewoon niet meer kan vinden. Is ook moeilijk. Ja. Is ook moeilijk. Ja, ik snap het wel. Maar het valt me ook echt op, want ook met Q&A's en met Girl Code en zo, heel erg veel vragen komen over hoe breng je nou zo'n tampon in. En voor mijn gevoel, ja, ik weet niet... Ik doe het gewoon en het zit goed of zo. Maar misschien is het wel leuk als een soort een uitgebreide video. Misschien kunnen we die samen maken. Ja. Ja? Dan is het denk ik, nee. Ik weet niet hoe je dat gaat doen, maar... Nou, weet je wat het is? Ik heb daar ook heel veel moeite mee gehad de allereerste keer dat ik het deed. Ja. Weet ik ook nog. Want toen ging ik zwemmen en toen had vriendin tegen mij gezegd... Oh, dan kan je toch gewoon een tampon in doen. Maar het is niet dat gewoon een tampon in doen. Echt niet gewoon. Nee, dat is echt moeilijk. Ja, vond ik ook. Maar mijn fout was, ik ging meteen echt voor zo'n dikke, weet ik veel. Oeh, ja. Dus dat was ook niet goed. Oké, nou in de volgende video zie je dus hoe je dat moet doen. Larissa gaat even demonstreren. Ze ik gaat ga even het demonstreren voor jullie. Ja hoor. Doen we. Anyways jongens, dit was dan ook de video van vandaag. Check de beschrijving voor het kanaal van Larissa. Heel dank voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!